Maar de Schouwburg in Sittard. Fonds organiseert vandaag een denk groter debat met Paul Rozenmuller, de voorzitter van de VO-raad. Ik heb afgelopen week een aantal studenten gevraagd welke middelbare schoolleraar zij graag een taart zouden willen geven. Oeh, voor mij is dat sowieso meneer Arts van geschiedenis. Ik haalde echt standaard gewoon een 4 of een 5. En bij mijn eindexamenjaar heeft hij mij zo hard geholpen. Hij heeft bijles gegeven, hij heeft dingen op het bord genoteerd. Dat heb ik geleerd, geleerd, geleerd en toen haalde ik opeens een 8,3. Dus als er iemand een taart is, meneer Arts. Nou, dan zou ik gaan voor mevrouw Goosters, want ja, die was altijd heel, heel gezellig, heel aardig. En die heeft me eigenlijk een beetje over laten gaan in haar vier. Nou, voor mij persoonlijk is dat echt mevrouw Zende van Wiskunde. En waarom dan? Omdat zij wel de persoon was die altijd positief bleef en me altijd hielp. Ook tot de voorbereiding van mijn examens en toetsen, want dat ging niet altijd even goed. Hallo! Hallo! Herken je mij nog, toevallig? Ja, Femke. Ja, precies. Ik wil jou graag bedanken voor al jouw fijne hulp toen het bij mij niet zo goed ging met geschiedenis. En dan wil ik jou graag tracteren op een lekkere taart. Ik weet niet of ik hem zo open krijg. Hallo. Als dat nou gevallen. Oh, surprise! Lekker. Nou, dat is een van de leukste dingen als leraar eigenlijk, om gewoon je waardering te krijgen van oud-leerlingen. Ik heb ook wel regelmatig van leerlingen over filosofie, dat ze dan een mailtje sturen om te laten weten hoe het gaat. Of dat ze iets aan je. Ik heb ook leerlingen gehad die nog aantekeningen vroegen van, daar heb ik meer aan dan van mijn college aantekeningen. Ja, dat zijn de krenten van de pap waarom het leuk is om leraar te zijn. Die waardering van leerlingen is eigenlijk het mooiste wat er is.